ik ga wel met pensioen, maar niet morgen. Dat is de enige reactie die Hakeringbank-directeur Jim Boussaid wil geven op berichten, al zou hij met ontslag gestuurd worden of vervroegd met pensioen gaan. Het ministerie van Financiën heeft vandaag via het Nationaal Informatieinstituut laten weten dat de regering geen scenario heeft opgezet tegen Boussaid. Het ministerie zegt dat de Hakeringbank-directeur in 2016 de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Hij heeft toen 2 jaar verlenging gehad tot augustus 2019. De directeurspost is binnenkort dus vakant en statutair moet er in die vacature worden voorzien. De RVC zal volgens de statuten uit 2 directeuren 1 aanwijzen. Het ministerie van Financiën betreurt het dat er vreemde en gevaarlijke geruchten de ronde doen en dat mensen worden opgeroepen hun geld weg te halen bij de Hakeringbank. Dat zal ons financieel systeem niet ten goede komen.